Ja, in het begin is het helemaal niet makkelijk om als auteur je brood te verdienen. En je wordt pas gesubsidieerd nadat je twee boeken hebt gepubliceerd. Dus die eerste twee boeken moet je op een of andere manier zelf zien te financieren. Dus al te hoge eisen mag je niet stellen aan het leven. Zo, je moet een heel bescheiden leven. Er gebeurt eigenlijk relatief weinig binnen je carrière dat je echt jaar na jaar volledige fulltime jobs hebt. Dat je in bijvoorbeeld reeksen ziet die jaren aanslepen. Ik ken heel wat acteurs die als ze niet aan het spelen zijn in een productie, die gewoon zelf dingen beginnen maken of die radiospotjes gaan inlezen. Of die nog allerlei andere dingen doen. En zelf doe ik dat ook. En als je daarmee aan de slag gaat, ja, dan kan je veel makkelijker voor een inkomen zorgen. Ja, van puur mijn honorarium uit de verkoop van boeken zou ik helemaal niet kunnen leven. Nee. Nee, er zijn allerlei optredens. Als er een boek verschenen is, zijn er allerlei optredens. Wordt je wel eens gevraagd, soms door grote literaire organisaties. Wordt dan wel goed betaald. Maar dat is ook alleen maar als een boek verschijnt. En, tussen het ene boek en het andere. Ja, schrijven, het verhoudt nooit op met schrijven, dus je bent er eigenlijk wel dag en nacht mee bezig en van top tot teen. Dus in verhouding daarmee natuurlijk, dus stelt het inkomen al helemaal niks voor. De vraag is natuurlijk altijd bij een acteur, verdienen die genoeg? En de meeste mensen denken van, oh, die moeten stukken van mensen verdienen. Wel, jammer genoeg is dat niet zo het geval. En daarbij komt dan nog eens dat je als acteur al je rechten moet afstaan. Dus als er heruitzendingen komen, als er een dvd wordt uitgebracht, als het verkocht wordt aan het buitenland en zo, dan krijg je daar allemaal niks van. Dat vinden alle acteurs eigenlijk not done, omdat het je gezicht je gezicht elke keer opnieuw weer gerelateerd wordt met een bepaalde rol die al lang achter je ligt. En ik ken de verhalen van heel wat acteurs die juist daardoor geen nieuwe rollen meer hebben gekregen. En daar zouden we eigenlijk voor vergoed moeten worden. Ja, auteursrechten, ja, dat bepaalt onder andere mijn honorarium. Dan krijg ik tenminste, al is het maar 10% op de verkoop van een exemplaar van mijn boek, maar het is toch dat. En voor de rest, ja, is het ook een beetje mentaal wel belangrijk natuurlijk. Dat een boek van mij is, ik denk dat een belangrijke reden is voor vele auteurs waarom ze schrijven, is dat ze liever hun naam zetten onder zo'n boek dan onder hun leven. Zo. Dus ik vind het wel belangrijk dat zo'n boek wordt geïdentificeerd als een Yves Petrie. En dat dat ook algemeen erkend wordt en dat dat beschermd is. Bepaalde gedachten, bepaalde zinnen zijn wel degelijk mijn werk. En ik wil dat als dusdanig wordt erkend. Niet alleen om financiële, maar ook om mentale redenen. Het rare aan een acteur is dat hij eigenlijk zich gedraagt als een zelfstandige die jobs moet gaan zoeken, kortstondige jobs, soms lange jobs, maar beperkt in tijd, maar vaak het statuut van een werknemer heeft of het sociaal statuut van een werknemer heeft. En dat is heel verwarrend voor de acteur zelf, maar vooral ook voor al die instanties die met acteurs te maken krijgen. Het is niet gemakkelijk om u daar dan een weg in te vinden die zorgt voor stabiliteit, een financiële stabiliteit. Ik vind dat naar het beleid toe dat er nog steeds werk aan de winkel is wat het statuut van een artiest betreft. Maar anderzijds vind ik dat acteurs ook in eigen boezem moeten leren kijken en moeten leren van ondernemender te zijn. Ja.